Gastland Indonesië wilde met deze G20-top de brug vormen tussen het Westen en Rusland. Maar dat is niet bepaald gelukt. Poetin was niet aanwezig en niet alle landen die er wel waren wilden de Russische agressie in Oekraïne veroordelen. Het was ook een bizarre top, want terwijl de wereldleiders daar waren, ook eergisteren kwamen er natuurlijk eerst al die raketten allemaal terecht in Oekraïne. Ja. En daarna die dag daarna ook nog in Polen. Ja. Hoe heeft dat de boel gekleurd? Nou, dat heeft eigenlijk de hele G20 heeft dat op zijn kop gezet. Die G20 had een hele brede agenda. Er zijn een paar dingen zijn helemaal niet gelukt. Dingen te maken hebben bijvoorbeeld met een eerlijke verdeling van rijk en arm in de wereld. En dat is typisch van die onderwerpen waar de G20 zich over uitspreekt. Mm. De oorlog overschaduwde alles. Is niet helemaal raar, omdat die natuurlijk ook weer aantikt in heel veel belangrijke onderwerpen in de wereld. Maar ja, de centrale kwestie was van, wat gaat China doen? Ja. Hoe verhoudt Xi zich tot een aantal andere leiders? Het was belangrijk om de eerste weer persoonlijke ontmoeting tussen Xi en de Amerikaanse president Biden te hebben. Ja, en dat waren wel de belangrijkste zaken. Je ziet daar een foto, ik weet niet of die voor mensen thuis ook te zien is, maar ja. Die foto aan die tafel waar je rechts achteraan ook Mark Rutte nog ziet aanzitten. Dat zijn zeg maar, de NAVO-landen en de Japanse premier. Maar even, wat doet Rutte daar? Want wij horen officieel niet bij de G20, hè? Nee, dat heeft onder Jan-Peter Balkenende is ooit Nederland heeft een uitnodiging versierd, als het ware, voor de G20. En sindsdien hebben we daar, ik zou willen zeggen, een soort klapstoeltje. Dus af en toe mogen we aanschuiven en af en toe moet hij ingeklapt worden en dan moeten we hem meenemen. En nu had Rutte kennelijk voor elkaar gekregen om daar weer bij te zitten. En kan hij dan echt iets van betekenis zijn? Ja, Rutte begint steeds meer, wat hij in Den Haag al heel lang doet, zeg maar het oliemannetje van internationale ontmoetingen te worden. Hij maakt ook ontzettend veel airmiles op dit moment in Europa. Het is heel opvallend om te zien hoe vaak Rutte wordt ingezet bij andere Europese leiders om bruggen te slaan en overeenstemming te bereiken. Ja, je hebt een paar opvallende momenten meegenomen en die gaan onder meer over Xi Jinping natuurlijk. Ja. En een ontmoeting met Trudeau. Dat moet je even een beetje inleiden. Ja, nou, kijk, je vraagt je altijd af hoe gaat dat nou tussen twee leiders als ze elkaar spreken. En bij Xi is het zo dat er altijd een tolk tussen zit. Mm-hmm. Maar wat Xi hier doet, zometeen in het fragment wat te zien krijgt, is dat hij eigenlijk tegen Trudeau zegt van, joh, elke keer als wij praten staat het de volgende dag in de krant. En daar ben ik eigenlijk wel een beetje klaar mee. Dat is live op televisie te zien. En ja, Trudeau staat erbij als een soort klein bedremmeld jongetje, sputtert nog wat. Maar Xi, onverstoorbaar als hij is, die draait zich om en loopt door. Nou, kijk maar even mee. Ja, dat is dus... Everything we discuss and leaked to the paper, that's not appropriate. 而且我们也不是那样进行的。 That's not how the way the conversation was conducted. 如果有诚心，咱们就。 Ja, even voor de duidelijkheid, is de Canadese premier natuurlijk Trudeau. Ja. Wat zegt dit jou dan? Nou, dit zegt dus dat, kijk, dit is echt voor de Chinezen een affront op het moment dat je uit een gesprek lekt. En voor hen is dat heel belangrijk. Dus hij geeft eigenlijk aan van, ik heb onvoldoende respect ervaren op het moment dat je dit doet. Mm. Ja, dat betekent dat Trudeau, denk ik, voorlopig niet hoeft aan te kloppen bij China om wat dan ook voor elkaar te krijgen. Nee. En dat is niet handig, want kijk, we kunnen wel allerlei bezwaren hebben tegen de Chinezen. En die zijn ook allemaal terecht. Maar je zult toch een verhouding moeten vinden met dat land dat niet weggaat. En anders dan met Rusland kunnen we ons niet ontkoppelen van China. Nou, toch hebben ook heel veel leiders juist op deze top de toenadering gezocht tot Xi. Maar is dat nou echt gelukt? Als ze de volgende dag niet het weer laten afdrukken via een voorlichters in de krant, dan denk ik dat het kan lukken. Ja, maar aan de andere kant, ik zei net die slotverklaring waarin dus het Russische geweld wordt veroordeeld. Daar doet China dan toch niet aan mee. Die blijft zeg maar... En dat was ook niet te verwachten, want stel dat China... Dus iedereen zit daar echt op woordjes te kijken. Zoals ik net al probeerde aan te geven met India, dat heel licht zijn positie aan het veranderen is. Als China dat gedaan zou hebben, dan zouden alle kranten over niks anders meer hebben geschreven. Ja, en Chinezen en een plotselinge verandering van beleid, dat zijn twee dingen die niet samengaan. Nee, andere opvallende momenten? Nou, de aanwezigheid van Rutte, daar we zullen nog moeten zien of dat ook, zeg maar, wat hij daar heeft kunnen bereiken. Het is in ieder geval belangrijk dat Nederland op het allerhoogste niveau meespeelt. Want wij hebben hele grote belangen, maar we zijn een heel klein landje. Ja, en dan hebben we in deze premier, natuurlijk niet helemaal gek, ik ken hem goed, maar we kunnen heel veel kritiek op hem hebben en dat is ook vaak wel terecht. Maar hier boksen we toch echt boven onze gewichtsklasse, simpelweg omdat hij er al zo lang zit. Ja, en dan hebben we ook nog natuurlijk de Chinese, of Xi, daar waar we het over hebben gehad, maar je zei net al, Biden, die hebben elkaar dus weer gezien. Maar Biden was ook nog een ander opvallend moment waarin hij een opmerking maakte. Dat hebben wij ook. Zullen we eerst even kijken? Ja, doe maar even. Het is dus, hij maakt een opmerking over de spierballen van een Rus. Ja.
His biceps are big as my calves. Look at this. Yes, there's a man. I hope we're on the same side. Yeah, so he's Russian. I don't care who he is. He's got some real biceps. We call them guns. Ja, is dit nou gewoon een beetje grappig of zegt dit ook ik iets? Ik denk dat het begon als grappig, maar wat Biden zich niet realiseerde, dat hij het met een rust te maken had. Vervolgens herstelt hij het snel en zegt van, nou ja, goed, het maakt me niet uit. Het is een kerel met echte spierballen. Het is natuurlijk allemaal een beetje grappende wijs. Zo zien we de leiders zelden. Die G20, dat doen ze ook altijd hun best om dat een beetje informeel te maken. Dus die jasjes moeten uit, de dassen moeten af. In Indonesië heb je dan ineens zo'n gebatik overhemd aan. Daar doet overigens weer niet iedereen aan mee. Macron is daarvoor denk ik te ijdel. Die trekt zo'n overhemd niet aan. Bij Rutte, hier zie je hem. Ja, die trekt. En trouwens, Widjojo, de Indonesische president die naast hem loopt, die doet het ook. Die hebben dan wel zeg maar het congresshirt aan. Biden en Scholz zie ik aan de rechterkant doen dat dan weer niet. Maar goed, je kunt er ook door een modebril naar kijken, zou ik maar zeggen. Oké, nou ja, je kan het door.